Welkom bij het Unity TV Nieuws weekoverzicht van week 38. De buurt wordt vanaf vandaag afgebroken om plaats te maken voor de bouw van de Lorenz. Het tijdelijke evenemententerrein De Buurt was afgelopen maand de zomerse hotspot voor cultuur, sport, theater, kennis en eten. Zaterdag was het laatste buurtfeest om De Buurt te vieren. Evenemententerrein De Buurt maakt plaats voor de Lorenz, wat het stationsgebied moet vernieuwen. Daarnaast komen er ook winkels bij. De bouw rondom het stationsgebied zou zo'n 2 decennia moeten bestrijken. Op het eerste gezicht lijken het gewone vakantiefoto's. Kinderen in de leeftijd van 7 tot 15 jaar op het strand van Katwijk. Maar als je beter kijkt, valt op dat het allemaal kinderen zijn met een niet-Nederlandse achtergrond. Ze zijn gefotografeerd door de Voorschotense fotografe Patricia Nauta. Deze kinderen zitten in het AZC Katwijk, sommige al jaren. Ik was altijd heel erg geraakt door de manier waarop ze hier leven. Zonder zekerheid. Ik ben Ossa, ik ben 10 jaar, ik ben 7 jaar in Nederland, maar ik heb geen status. Ik ben Sultan, ik ben 11 jaar, ik ben in Nederland geboren in Almere en ik heb geen verblijfsvergunning. En ik mag hier misschien, of ik weet niet zeker, hier wonen of niet. Ja, ze kijkt een beetje ver weg of zo, hè? Alsof ze niet helemaal hier is. Ze kijkt, wat is er gebeurd? Ja, en van ja, hoe ziet mijn toekomst eruit? Ja. Ik heb wel twee jaar geleden of zo gezien dat kinderen zijn meegenomen en terug naar hun land zijn gestuurd. En toen kwam heel veel onzekerheid. Ik was heel bang of ik mee zou genomen zou worden. Want waar zou jij dan naartoe moeten? Afghanistan. Ja, daar ben ik nog nooit geweest. Maar soms zit je hier helemaal alleen in je kamer te wachten. Wachten op de avond. Toen dacht ik van, waarom neem ik ze niet mee naar het strand? En tegelijkertijd vond ik het contrast heel bijzonder. Het strand, dan denk je aan vrijheid en vakantie. En het was natuurlijk hartstikke mooi weer. Deze kinderen hebben helemaal geen vakantie. Geen echte vakantie. Want ze moeten alleen maar wachten. Mijn naam is dus Danielle Bakhuis. En ik ben 34 jaar en ik ben geboren en getogen in Westerhaaf, Friesveense wijk. En ik dacht vanavond weer, nu kom ik bij mijn keel, dan praat ik op deze manier. Schrijfster Danielle Bakhuis doet mee aan de zogenaamde Literatuur, een boekenwijk speciaal voor jongeren op de middelbare school. In die wijk trekken 17 bekende kinderboekenschrijvers door Nederland. En vandaag staat Bakhuis voor een 3 VMBO-klas van het Da Vinci College in Leiden. Dus als er één groep is die juist gestimuleerd moet worden in lezen, zijn jullie het? De leraren zijn erg blij met de komst van de schrijfster. Als je een boek leest, dan gaat het zich in je hoofd afspelen. En dat maakt heel veel fantasie los. En het is zo jammer dat dat bijna niet meer gebeurt. En wij doen ons uiterste best, maar het is best wel moeilijk om de groep jongeren aan het lezen te krijgen. Op de middelbare school zijn eigenlijk de meeste jongeren haken dan af. Want ze worden verliefd, andere dingen worden belangrijk en lezen daalt op een prioriteitenlijst. En wij worden juist weer op pad gestuurd om dat weer hoog op die lijst te krijgen. Eén ding is zeker, ze weten de aandacht van de leerlingen een uur lang goed vast te houden. Dat was wel een leuke les en ja, ik wist niks eigenlijk over mevrouw Bakhuis. Wist ik eigenlijk niks en ja, nu weet ik wel heel veel over haar. En ja, hoe ze boeken schrijft en zo, dat is wel leuk om te weten. Lees je wel eens? Nee. En denk je nu van misschien ga ik dit boek toch maar lezen? Misschien. Lezen heeft een heel slecht imago. Het is moeilijk, ik moet er te lang stil voor zitten, het is te ingewikkeld. Boeken lezen is niet saai, want dan heb je gewoon een saai boek te pakken. Maar er zijn genoeg spannende boeken die je echt 's nachts uit je slaap houden, omdat je het einde gewoon moet weten. En dat imago, daar pleit ik gewoon heel erg voor. Op het Magda Jansenpad in de Leidse Stevenshof zijn 2 auto's te water geraakt na een ongeval. Volgens een getuige reed een vrouw de straat in en knalde met volle snelheid tegen een andere auto. Daarna zijn de 2 voertuigen te water geraakt. Tijdens de rit heeft de auto nog een vuilnisbak uit de grond gereden. Hulpdiensten zijn in grote getale aanwezig om hulp te verlenen. Over gewonden is nog niets bekend.
Nou, er is hier achter een botsing geweest. Wat heeft u allemaal gezien? Nou, ik stond te telefoneren binnen en ik was toevallig aan het kijken. Mijn zoon die heeft een nieuw skateboard gekregen om te kijken wat hij aan het doen was. En in één keer hoorde ik een knal, echt mega. En binnen no time racen de twee auto's voorbij in het water. Echt een fractie van seconde. Dinsdagavond werd de foyer van Theater Insblauw feestelijk geopend door de eigenaar Kees de Leeuw en architect Pieter van Swieten. Wethouder Paul Laudy hield een openingsspeech en toen kon iedereen naar binnen om het daar te gaan bewonderen. De nieuwe foyer, ontworpen door Swieten Partners architecten uit Leiden, is gebouwd om de bezoekers van het theater aan de Haagweg meer ruimte te geven. De nieuwe foyer heeft een huiselijke sfeer met een bar, een lange tafel met kranten en tijdschriften en een gezellige loungehoek met banken. Kortom, een prima plek om te vertoeven voor en na voorstellingen. Hoe lang heeft de verbouwing geduurd van het Theater Blauw? Ja, de eerste schop ging de grond in ongeveer 3,5 maand geleden. En we zijn nu klaar. Het theater wil duurzaam worden. Hoe willen ze dat gaan doen? Nou, die duurzaamheid, daar wordt ontzettend veel aan gedaan. Op de eerste plaats de LED-verlichting, wat een stuk energiezuiniger is dan de oude verlichting die we hadden. Maar ook de installatie is zo gemaakt dat de warmte die mensen produceren in de zaal gebruikt kan worden in het foyer en andersom. Dus ruimtes worden nogal snel warm. Het is eerder een probleem van dat het te warm wordt. Het zou moeten koelen. En hier doen we dat door niet te koelen, maar door de warmte te verplaatsen naar de ruimtes waar we ze nodig hebben. Wat vindt u van het gebouw nu? Ja, prachtig. Echt een aanvulling voor de stad. We zijn kennis van cultuur, stad van cultuur. En ja, daar hoort theater bij. En dat je dan dit voor elkaar krijgt. En vooral de initiatiefnemers die hier echt keihard gewerkt hebben. Ja, dat is echt heel leuk. Ik vind het heel erg goed. Ik vind het echt... De architect gaf net een verhaal over hoe het zo kwam. Hè, dat ze op de begane grond niet konden bouwen en omhoog moesten. En hoe Kees, de directeur, een idee had over voor en achter. En ik vind het echt... Je denkt dan bij jezelf, juist door de dingen die niet kunnen, wordt zoiets heel verrassend. En ik vind het echt prachtig. Ik vind het heel erg mooi geworden. En echt een hele goede toevoeging voor wat er, wat er was. En ik denk dat... We hier nog hele mooie avonden gaan beleven. Ja, nou, ik vind het wel heel erg leuk dat het is mogelijk gemaakt met crowdfunding en tegelijkertijd ook met energiebesparende zaken. Het is mooi geworden, het is leuk. We hadden meer ruimte nodig als gasten om na de voorstelling wat te kunnen napraten en toch lekker te blijven hangen. Misschien ook wel met de acteurs te kunnen praten. Ja, ik vind het leuk. Ja. Nou, dat was geen slechte opening. Het Leidens Ontzet komt steeds dichterbij. Met nog maar ruim een week te gaan zijn ook de jaarlijkse repetities voor het koraal weer van start gegaan. Ruim 1000 mensen verzamelden zich woensdagavond in de Hooglandse Kerk voor de voorbereidingen van het Leidens Ontzet. Ondanks een paar valse noten en hobbelige beginnetjes zit de stemming er bij deze mensen in ieder geval al goed in. In die zin is klok to Maya, klok. Is dit uw eerste keer hier? Nee, dit is mijn tweede keer, nu. Nou, je zei hier al voor de vijfde keer, ja, denk ik. Ja, vijfde keer al. Ja. Dit is geweldig, dit doen we elk jaar. Verslaafd vanaf de eerste keer. Wat vindt u ervan? Ik vind het heel gezellig. Het is heel leuk altijd, leuk sfeertje. Dus leuk begin voor 3 oktober. Ja. We komen eigenlijk om gewoon lekker heel hard met z'n allen te zingen. Dat is eigenlijk wat het allerleukste is. En de mensen om je heen, het geroezemoes, valse buurman die vreselijk vals zingt. En het tweede couplet als het eerste zingt. Ja, het is gewoon hilarisch. Het is begin van 3 oktober en Wim de Rudy doet het gewoon helemaal fantastisch. Dus daar kom je gewoon helemaal weer in die sfeer. En koraal zingen rek je niet altijd 's ochtends vroeg op 3 oktober. Dus dan gaan we hier alvast op. Meestal niet. Nee. Ja, één keer. Elk jaar zo mooi vindt. Dat we Wim de Ruy hebben, die ons door de liederen leidt en elke keer weer toch zegt van die groep vrouwen daar doet het niet goed of die mannen zingen daar te laag. En dan ook nog vraagt van 18 jaar geleden zouden we toch afgesproken hebben om het anders te doen. Nou, dat is uniek. Cabaret in de mooiste vorm. Wat vindt u? Doen de mensen het vandaag een beetje goed? Hij is zeer tevreden, begrijp ik. Alleen... Het wordt denk ik wel wat moeilijker op 3 oktober. Dan heeft iedereen een korte nacht gehad. We staan daar 's ochtends om 8 uur. Maar we doen ons best. En kunt u een beetje zingen?
Of ik een beetje kan zingen? Ja, tuurlijk. Kunt u wat voordoen? Ik kan alleen maar Ik heb u lief, maar Nederland. Daar aan de blanke top der duinen schittert aan de waterkant. Ik heb u lief, mijn Nederland. Ik heb u lief, mijn Nederland. Oranje, doe open de poort. De watergeus ligt aan de wal. De vloot vloot de geuze, hij maakt geen akkoord. Hij vordert ten Briel op de val. Dat is het bevel van u mij op mijn eer. En burgers, hier baat nu geen tegenstand meer. De watergeus komt om den Briel. De watergeus komt om den Briel. De samenwerking tussen de gemeente Leiden en Leiden Marathon staat nu officieel op papier. Wethouder Dirksen en voorzitter Tjeerd Scheffer hebben donderdag het convenant getekend. En daar zijn beide partijen blij mee. Nou, er zitten een aantal elementen in die eigenlijk weergeven wat we al heel lang doen. Alleen we vonden het verstandig om samen met de organisatie dat is ordentelijk op papier te zetten. En dan gaat het onder andere over faciliteiten die de gemeente biedt, over subsidie. Eigenlijk de manier waarop je met elkaar samenwerkt. Oké, en natuurlijk die samenwerking is er al vanaf het begin aan mijn hoofd. Hoe belangrijk is de Leiden Marathon nou voor een stad als Leiden? Ja, het is een heel belangrijk sportevenement. Het is sowieso een belangrijk evenement. Het brengt heel veel mensen op de been. Zowel heel actief, hè, dus Leidenaren die bewegen, maar ook Leidenaren die meehelpen organiseren. Meer dan 1000 vrijwilligers maken het mogelijk. Nou, dan praat je echt over maatschappelijke waarde ook van een sportevenement. En dat vind ik in ieder geval als wethouder heel belangrijk. En natuurlijk, wat al een paar maanden geleden bekend was, is dat jullie willen groeien in 2020 naar de 22.000 lopers. 22.000, een beetje afhankelijk van de samenstelling van de verschillende afstanden. Sinds 1991 lopen jaarlijks vele duizenden sporters met veel plezier een van de afstanden van de Leiden Marathon. De Leiden Marathon is de laatste jaren al groeiende, maar het streven is om in 2020 de 22.000 deelnemers te bereiken. En om deze groei te ondersteunen heeft het college voor een periode van 3 jaar extra subsidie ter beschikking gesteld. Naast de reguliere subsidie en de diensten die de gemeente al gratis verleent. En dan hoorde ik daarnet het heen en daar over de gemeenteraad en het college dat dan in een team zou gaan starten. Hoe staat u over tegenover dat idee? Ja, dat is een grote ambitie. Ik vind het zelf al een hele onderneming om de afgelopen jaren de finish te bereiken. En wat nu leuk is, dat we krijgen zelfs wat ondersteuning vanuit Leiden Marathon om een zogenaamd business team op te tuigen. Met raadsleden en met wethouders. En misschien zelfs al de burgemeester. Ik ga eens kijken of ik hem kan mobiliseren. Maar goed, wat dat betekent dat we dus, ja, voor mij dat we extra aan de bak moeten. Dus die uitdaging pak ik op. Rond 3:15 vannacht gaat er een brandmelder af bij de Winkelhof. Er blijken meerdere auto's in brand te staan. De brandweer schaalt op. Puur vanwege het aantal voertuigen. En ook het feit dat er hier natuurlijk winkels boven zijn en woningen ook boven de winkels. Er komt veel rook vrij, maar voor gevaar zorgt dat niet. Gevaar niet zozeer, maar ja, rook is natuurlijk altijd gevaarlijk. En gelukkig is de rookontwikkeling vrij snel gedempt, omdat we de brand vrij snel onder controle hadden. Het is wel zo dat de rook behoorlijk wat roetschade en rookschade heeft veroorzaakt in het winkelcentrum. Wat de brand ook veroorzaakt heeft, is onrust in het dorp. Want er zijn de afgelopen maanden meerdere autobranden geweest. Voor zover ik weet, een aantal keren gebeurd. Ook zowel buiten als binnen de parkeergarage. Dus dat is wel heel vervelend. Als ze dat niet willen voorkomen, dan moeten ze het gewoon bepaalde tijd hekken doen. Er is niks aan te doen dan. Afsluiten. Ik heb al fietsenbranden gezien, karretjes hebben ze in brand gestoken en dat soort dingen. Wij wonen hier naast de Winkelhof, zeg maar, we zitten er bovenop, dus het kan ook zomaar jouw auto zijn. Maar je kan heel veel ingangen erin en uit, niemand ziet dat. Ze kunnen zo ontsnappen. Denkt u dat er een pyromaan actief is in Leidendorp? Het lijkt er wel op, want er is op de Galluslaan zijn ook al 2 keer auto's in brand gestoken. Natuurlijk maak ik me zorgen over. En natuurlijk maak ik me zorgen over het effect wat het heeft natuurlijk. Natuurlijk maak ik me daar zorgen over. Zeker. Wat doet u? Ik heb overleg met politie, brandweer, gemeente, mensen van de Winkelhof, Wereldhaven, de eigenaar van het etablissement. Er zijn sinds de zomer extra surveillances gepland en allerlei andere maatregelen
om te voorkomen dat het nog een keer gebeurt. Maar je bent niet 24/7 op de plek waar het gebeurt. Ja, die emoties zag u vanmorgen wel bij ondernemers die toch stonden te huilen. Want ja, als ze de handen over de toonbank halen van hun zaak of bieden, dan was die hand helemaal zwart. Dus het hield gewoon in dat er dus veel roetschade was. En tot zover het weekoverzicht van het Unity TV Nieuws.